Hoi hoi, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag staan we in een veld vol schapen, want nee, dat is leuk. En zoals jullie kunnen zien heb ik op de achtergrond een luchtballon. Oh, spannend. En we weten allemaal wat er nu gaat komen. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat het gewoon zo'n random missie is met hi, mijn luchtballon is kapot, doei. En dat we verder geen interessante dingen gaan beleven. Maar wie weet, want dit is natuurlijk de ballon van Nick Stoneground. En Nick Stoneground, die is een wereldreiziger met een vliegende koelkast. Een beroemde avonturier en ontdekkingsreiziger, Nick Stoneground. Hij is met een verbazingwekkend project bezig en hij gaat op een episch avontuur. En hij wil dat we hem helpen. Want hij wil iemand, heeft iemand nodig om de zandzakken los te maken. Om naar de verloren vallei. Vallei van de verloren dinosaurus. Verloren van de sneeuwende plek met dinosaurussen. Daar wilt hij heen. En als wij hem helpen met verankeringen los te maken, zijn we onderdeel van zijn succes en zullen we wereldberoemd worden. Maar eerst moeten we opstijgen. Maar, let's do this. We krijgen ook gelijk meer reputatie bij de AAE. En dan kunnen we weer verder. Oh, dat is een kont. Verder met de missies bij de Sterrenwacht. Of in ieder geval in de buurt van. Er gebeurt iets. Eén moment. Oké, gezellig. Daar zijn we weer. Ik weet maar god niet wat er aan de hand was. Maar ik zie buren buiten lopen. En het zal allemaal wel. Maar ja, hij gaat nu naar de verborgen dinosaurus. En dat was het. Dat was hem serieus. Oh. Dit is op zich best wel sad. Want ik had echt gehoopt dat er iets zou gaan gebeuren. En we hebben nu ook echt helemaal niets meer te doen. Oh, dit is nou echt wel de tweede teleurstelling in twee video's. Volgens mij is er iets bezorgd. Ik weet het niet. Ik hoor geluid beneden vandaan komen. Oké, dus met andere woorden. Interesting. Ja. Dit. Jammer dit. Dat is echt jammer. Dan zit er maar één ding op. En wat dat is. Want ik wil toch even iets spannends hebben vandaag. Wow, rookwolk. Ik wil spannende dingen doen. Ik wil niet zo'n stom begin van. Oh, er gaan leuke dingen gebeuren. Er gaan leuke dingen gebeuren. Oh jee jee jee. En vervolgens gebeurt het niks. Maar oké, we hebben in ieder geval een beginnetje gemaakt met de verloren vallei. Vallei van de verborgen dinosaurus. Met goed geluk komen we vanzelf ergens deze maand nog naar de Dino-vallei. Maar helaas. Niet nu. Dus wat we nu gaan doen is. Wij gaan overnachten. En wij gaan overnachten omdat wij een missie hebben. Hier. Met Alex en Linda. Dat is nou al de zoveelste circuits die ik uitgeef in een aantal dagen tijd. Maar oké, voor deze ene keer mag het. Nu gewoon even een Star Stable ticket. Ik wil spelen, ik wil spannende dingen doen. En elke keer als ik iets spannends wil doen, dan gebeuren er weer allemaal rare dingen. Dus weet je, nee, we gaan gewoon Star Coins uitgeven en we gaan gewoon spannende dingen doen. Hallo daar, goed nieuws. Alex is terug. Hallo Alex. Fijn om jullie weer te zien, vrienden. Het is een lange reis geweest en helaas is het uitgelopen op een mislukking. Lisa en Anne hebben allebei een wereldreis gemaakt. Lisa heeft getoerd met haar rockband en grote concerten over de wereld gegeven. Maar sommige mensen zeggen dat ze een tijdje terug is. Na het toeren is teruggenomen naar de Jorvikstal. Deze zin klopt niet. Dat ze een tijdje terug na het toer is teruggekomen naar de New Yorkstal, Starshine opgepikt heeft en is weggereden. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien. Maar wij geloven dat ze hier ergens op Yorvik is.
Anne was een succesvolle dressuurruiter tot ze tijdens een wedstrijd in Frankrijk zomaar verdween. Er is geen enkele aanwijzing waar ze naartoe is gegaan. Ze is gewoon spoorloos verdwenen. Dat was een aantal maanden geleden en sindsdien heeft niemand meer iets van haar gehoord. Op dit moment moeten we ons concentreren op het vinden van Lisa. Omdat ze hier op Jorvik voor het laatst is gezien, moeten we een spoor kunnen vinden. Als we Lisa kunnen vinden, zijn we in een betere positie om achter Justin aan te gaan. Zo, ik heb al zo lang niet meer gepraat. Aan van Blessen. De druïdes, beschermers van Aydin, hebben een raadsvergadering belegd. Ze hebben aangekondigd dat ze willen dat jij erbij bent, Bambi. Echter, ik weet niet hoe je daar kunt komen, omdat het een heel erg bijzondere plek is. Linda en ik komen op onze eigen manier, maar jij moet praten met Elizabeth in Veeldale. Zij kan buitenstaanders transporteren naar de geheime steenkring waar de vergadering zal plaatsvinden. Oké, okay, let's go to Elizabeth. Zie je spanning, jongens? Spanning en sensatie, daar doen we het voor. Die missies aan de zijkant, daar heb je echt toch niks aan. Dat is toch helemaal niet leuk allemaal. Dat is allemaal tijdverdrijf en bezigheidstherapie. En dit is het echt werk. Punt. Oké. Okay. We zijn in Valledalen. Het is fijn dat je kon komen. Ik zal je laten zien hoe je naar de druïdenvergadering kunt gaan, zonder de speciale uitgebieden te hebben die een druïde of soulrider bezit. Luister naar de raad. Oké. Pam 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 pam. Laten we naar de steenkring gaan. Round en round en round en round en round the hall of woods we go. Tijd en ruimte komen samen. Alles is rustig. Altijd in beweging. Dus ik moet haar vertellen hoe het is gegaan en ze staat hier. Oké. Goed gedaan, eerzame Sunbeam. Bambi, ik vind het vervelend dat we elkaar ontmoeten onder deze omstandigheden. We hebben maar korte tijd en dat huis is gaat dan op zijn. Maar dat je niet geroepen als niet belangrijk was. Ze is nog niet klaar. Ze is te onervaren. Zoals ik weet is het nog niet eens in staat om tegen haar paard te praten, toch? Je weet toch dat ik hier vanaf het begin op tegen was, sick. Wie is dat? Nou, legendarische soulrider te worden, eigenlijk de beste in lange tijd. Het schijnt nog even te waar, heb ik alleen Frip verteld wat er gebeurd is tot nu toe. Kom ter zake, de ruïde, ik ben nog niet overtuigd. Verbaasd poppetje. Bambi bezit alle vier de krachten. Zoals jullie al weten is dat al 100 jaar niet meer voorgekomen. Dit onschuldige kleine meisje kan de sterkste stoelrijder van de stoelrijder van dit moment worden. Misschien wel de sterkste ooit. Deze muis. Garnok. Het zien we aan de illegale en donkere magie die op verschillende manieren door de wijk spookt. Alex en Linda zijn twee van de vier soulriders die we kunnen inzetten. Lisa en Anne zijn verdwenen. Bambi kan makkelijk een van hen vervangen, maar we hebben vier soulriders nodig, dus we moeten Lisa en Anne vinden.
Tenminste, zo was het ook voordat het verloren lichtceremonieboek verdween. We zullen ze vertellen dat het weer tijd is voor de ceremonie. Het belangrijkste doel van ons allemaal is om tenminste één van de verdwenen soulriders te vinden. Laten we snel weer een vergadering beleggen wanneer we informatie hebben om te delen. Ik hoop dat je het lidmaatschap accepteert als de tijd rijp is. Blijf daar staan en geef antwoord op de vraag als je wilt. We zullen ons best doen om antwoord te geven. Oh, wauw. De Dark Core met meneer Sans als leider is een van de gevaarlijkste vijanden. Gelukkig bedacht je dat meneer Sans weer actief is op het eiland. Ze kunnen in actie komen als ze zich laten zien. Secret Stone Ring is een plek als geen ander. Tijd en ruimte werken hier anders dan in de rest van de wereld. Wij, de beschermers van Aydin, kunnen uit verschillende plekken van Jorvik hierheen reizen voor vergaderingen. Je kunt hier altijd terugkeren en door zijn speciale eigenschappen kun je ons hier altijd ontmoeten. Dat je dat begrijpt. Is interessant dit, jongens. Een paard met een ziel die één is met het eiland Jorvik. Ik kan je op de hoogte brengen over onze vriendin Lisa. Nadat we meneer Sans de laatste keer hadden tegengehouden en we onze drie normale leven hadden gevonden, ging Lisa naar de Star Academy in Jorvikstad, waar ze muziek studeerde. Ze had echt talent. Zangeres, songwriter, gitaarspeler, man. Ze was echt een podiumbeest. Ze ging spelen in clubs op Jorvik. Linda en ik gingen zo vaak mogelijk kijken. Zelfs Anne kwam soms op dagen. Toen kreeg ze een manager en ging ze op tournee naar het buitenland. Uiteindelijk speelde ze zelfs op een festival in Texas, waar ze is geboren. Iedereen zei dat Lisa op het punt stond om groots door te breken. Maar toen, na die show, werd het stil rond Lisa. Geen shows meer, geen berichten meer op social media. Ik las de gemene dingen die sommige mensen zeiden. Namelijk dat ze de druk en de roem niet aankon. Maar ik wist dat het niet waar is. Lisa is het dapperste meisje dat ik ooit heb gekend. Denk je dat een rockster zijn zwaar is? Een zoolrijder zijn, dat is pas zwaar. Het is een paar weken geleden, daarna is ze spoorloos verdwenen. Onze vriendin Anne is een ster in de dressuurwereld. In de 2 jaar nadat we samenkwamen als zoolrijders, deed ze met haar paard Concorde aan steeds meer wedstrijden mee. 2 maanden geleden ging ze naar Frankrijk, waar ze was uitgenodigd voor een dressuurwedstrijd. Tijdens de wedstrijd riep de presentator haar naam om, maar ze kwam de ring niet in. Concorde en zij waren gewoon verdwenen. De familie van Anne is erg rijk. De autoriteiten dachten dat het om ontvoering ging, maar er is nooit los geld geëist. We vermoeden dat Dark Core achter de verdwijning zit. Ik ben bang dat dit is alles wat we weten. Zoals je bewees is Justin helaas de kleinzoon van meneer Sans. Het is duidelijk dat meneer Sans een opdracht voor hem heeft en dat iets goeds gaande is. Zij laat zijn lelijke gezicht al een tijdje niet meer zien. Nou zeg, hij is toch niet zo lelijk? Jawel. Grappig dat je het vraagt. Het boek wordt gebruikt tijdens de ceremonie om te voorkomen dat Harnok groeit in kracht en om tijdelijk weg te jagen. Hij is kwijt, dus daarom noemen we dat het verloren lichtceremonieboek. We hebben wel kopieën. Oké. Goed voorbereid. Wat kunnen we nu doen? Ik wil terugkomen om vragen op te stellen wanneer je me wil, maar ik wil geen vragen stellen. Kom terug en wacht. We nemen snel contact met je op. Spannend. Zo, wat gebeurde daar dan? Wanneer heb ik die sting eigenlijk geactiveerd? Dat weet ik echt niet meer. Zo lang geleden. Oké, we hadden daar ook kunnen afspreken, Elisabeth. Nou, ik weet niet of het goed ging. Houd het wel geheim nu.
Oh, oh, oh. Er staat weer een uitroepteken daar. Voor wie is die uitroepteken? Felicity heeft hulp nodig. En Alex, mijn lieve kleine pony. Nou, Alex is altijd handig. Let's go to the manager van Azovgekleed. Was dat mijn neus? Ik hoorde een hele rare piep, maar ik weet niet of het ergens hier vandaan kwam of dat ik tijdens het ademhalen een hele rare piep. Manege van Zilverkleed. Wacht, wat? Dat is toch gewoon ons landhuis? Felicity is in Fairgrove, toch? Waar is zij hulp bij nodig? Zal wel. Bambi. Ik heb deze knol te leen gekregen omdat mijn paard Tin Can nu met andere dingen bezig is. Oké. Okay. Dat betekent dat we daarheen moeten. Toch? Nee, hier naar beneden. Mijn schoonzusje aan het stofzuigen. Irritaties. Ik weet niet zo goed waarom ze nu ineens gaat stofzuigen. Waarschijnlijk omdat ik net vroeg waar de stofzuiger was. Dat heb ik hem nodig. Ze gaat zijn maar stofzuigen. Nee, echt zo. Dat ding maakt geluid. Ik denk niet dat jullie het echt goed kunnen horen, maar het gaat om het idee. Oeh, boot! Hoi allemaal. Ja, klopt. Maar dankzij mijn oude vriend, kapitein Bush. Hij zou zichzelf eigenlijk liever voorstellen, denk ik zo. Oké, doei, gezellig. Oh, dat is waar. Ik ben Tin Can. Alex trouwe compagnon. Je hebt natuurlijk Bambi. En ze zijn eindelijk met hem, toch? En vreemd dat ik kan praten. Dat vinden sommige mensen wel. Maar ik zou vertellen echt vreemd is niet dat ik kan praten. Maar ik zou hem kunnen horen. Dus ik kan met een paar praten. Volgens mij komen wat van die verborgen capaciteit. En bovendoor is met de video gewerkt. Zo, dat doe ik niet nog een keer. Fijn om nu opnieuw iemand te praten. Je hebt geluk dat Meteor niet is. Want dan had hij de oren van je hoofd gevraagd over eten. Eten uit jouw land. Want je vindt het eten op Jorvik. Paarden in jouw land eten, snap je? Meteor. Oh, is het dat het zilveren paard? Nee, het zal wel. Oh, ik moet bij je blijven. Jij moet toch volgen?
Nou, Tinken. Even gas op de plank. Tja, even een pauze ingelast. Er kwam iemand aan met een stofzuiger. Terwijl ik had gezegd dat ik hem zelf wel zou gaan halen, maar het gaat om het idee. Lief dat hij is gebracht. Ze nou ook gelijk ging stofzuigen. Dat is nog beter geweest. Nou, Tinken, doe even hard rijden, man. Maar Meteor, dat is die ene die in het Greendale-bos zit, toch? Oh wel. We merken het vanzelf. We komen eindelijk weer ergens. Het is een lange tijd geleden dat ik weer story quests heb gedaan. Meteor, schiet nou even op, man. Als je nou net zo hard ging lopen als dat je praatte, dan was het veel beter geweest. Waar ging je... Zag ik dat? Waar ging je er vandoor? Ah, ik heb een paard. Tinken, Tinken! Als chantage, zo klinkt dat. Als jij helemaal daar gaat voor hoefijzers, dan krijg je een broek van mij. Hoe klinkt dat? Ja, je chanteert me. Chanteur. Maar oké, hè. Is toch een nieuwe broek. Waar heb je die doos met antieke hoefijzers? Oké. Antieke hoefijzers. Zou je niet gewoon even normale hoefijzers gebruiken? Ik kan beter gewoon even een hele lange pauze nemen, want er blijft er eentje heen en weer lopen hier. Zo irritant. Oké, het zijn we weer. Ik heb een wit broek gekregen. Hoe ziet hij eruit? Tjo! Lelijk. Maar oké, meer kleren. Yay! En nu? Dat was het. Oh ja, Felicity heeft hulp nodig. Nee. Ik ga deze video afsluiten, want het duurt alweer veel te lang. En ik wilde kortere video's gaan opnemen. Maar we hebben nu wel spannende dingen gedaan. We zijn niet naar de vallei van de verborgen dinosaurus gegaan, maar helaas. Maar wel naar de verborgen steenkring. En dat is ook leuk, toch? Ook wel een beetje spannend. En we hebben Tinken gered. Die ziet er echt uit alsof die aan de anabole zit. Zit hij waarschijnlijk niet, maar je weet maar nooit. Alex is er weer, Linda is er weer en we zijn bijna compleet. We moeten er nog maar twee. Jongens en meisjes, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog, laat een reactie achter, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!